Hoi, wij zijn de theatertroep en de dansers. Ik ben Jochem. Ik ben Josephine. Ik ben Roos. Ik ben Guy. En wij maken de onderzoeksvoorstelling Mot. Ja, wat betekent Mot? Ja. Ik hoorde dus van Guy dat het de god van de Feniciërs, ik heb het even opgezocht, van de dood en de droogte is. Aan de ene kant is het mot natuurlijk een heel vies dier. Roos heeft heel veel last van motten, die is er altijd heel erg bang voor. Het is een woord dat concreet is, maar het geeft me ook wel veel ruimte. Het zit misschien ook in de O, in de klank ervan. Voor mij gaat toch mot uiteindelijk meer over de ruzie mot. Ik had zin om met jullie te vechten. Ja, ik vind het leuk om met de theatergroep samen te werken. Omdat die altijd met zo'n collectief maakproces werken, waarin iedereen zijn eigen scènes en zijn eigen materiaal inbrengt. Omdat de dansers heel erg leuk zijn. Oh. Was dat spontaan? En ik ben groot fan van alle dingen die Roos maakt. Dat je dan ergens begint en dan komt er iets en dan staat er iets. En denk ik, dit is echt heel erg mooi. Wij hebben allemaal wel onze eigen discipline. Dus ons eigen specialisme waar we goed in zijn. Maar we gaan heel veel bij elkaar op bezoek. Dans is voor mij nieuw. Optreden met muziek is ook nieuw. Optreden met dansen dus ook. Het is een hele uitdaging om de vier disciplines met elkaar te combineren. Ik denk dat muziek heel erg kan helpen voor mensen die last hebben van angst. Omdat het vaak een soort hart onder de riem kan steken. Ik ben heel goed bezig met taal. Dus ik ben ook heel erg aan het zoeken. Hoe geef je daar woorden aan dat je vastzit in die taal? Ik vind dans en tekst altijd een spanningsveld hebben. Waarvan ik soms denk, oh, ze kunnen volgens mij heel mooi zijn samen. Maar ik vind het ook heel vaak moeilijk. Ik maak al een hele tijd kostuums voor in een voorstelling met de theatertroep. Maar ik wilde graag een keer iets met een langere boog, iets verdiependers doen. Nou, het is heel leuk dat je zelf niet in beeld hoeft te zijn. Dat je een soort van kan verdwijnen in zo'n pak. En dat je dan denkt, ik dien dit pak. Dus het is wel bevrijdend om gewoon in zo'n donker pak te zitten.